12 mensen willen burgemeester van Westland worden. 10 mannen en 2 vrouwen. Zij hebben bij Jaap Smit gesolliciteerd, de commissaris van de Koning in Zuid-Holland. De sollicitanten variëren in de leeftijd van 41 tot 62 jaar en zijn lid van CDA, PvdA, VVD, D66, een lokale partij of niet aan een politieke partij verbonden. Jaap Smit gaat nu met alle sollicitanten gesprekken voeren en brengt ervan verslag uit aan de gemeenteraad. Slechts 12 sollicitanten dus. In buurgemeente Maassluis waren het er de laatste keer 31. Maar waarnemend burgemeester Agnes van Ardenne is niet ontevreden. Het getal is een volwaardig getal, zoals het ook in de Bijbel is beschreven. 12 apostelen, 12, het getal van de voltalligheid. Het is niet veel, want zo'n mooie gemeente verdient natuurlijk een geweldige respons. Maar het gaat natuurlijk om de kwaliteit. En als daar één goede tussen zit, ja, dan zijn we eruit, hè. De nieuwe burgemeester van Westland gaat op 1 januari 2019 aan de slag. Hij of zij volgt Sjaak van der Tak op, die vorig jaar naar LTO Glaskracht Nederland vertrok. Sindsdien opereert Agnes van Ardenne als waarnemend burgemeester. Zij heeft overigens niet gesolliciteerd.